Of 120. Groep 90 over 60. Hoe heet je? Evert Smit. Ik ben de vader. Ja, sorry, ik moet het even van hem zelf horen. Wat is je naam? Evert. Hij is in elkaar geslagen. Hij heeft een klap gehad met een stalen vijf. Waar? Hier, hier in zijn zij. Oh, het was een vechtpartij op straat. Bloed naar kijken, HB glucose amylase. Ook bloed dat mee voor een groepen kruisbloed. Dat is een flinke klap, hè? Ja. Is het erg? Wel de chirurg. En Marcel toevoegen en opvolgen. Komt u even. Ik vermoed dat ze mild is geraakt. Ja. De chirurg zal erbij moeten komen. Hoe? Oh. In je kast aan het te worden. Hé, hey Jan, zeg, wat doe jij eigenlijk met je platen? Wat heb je het over? Hey, grammofoonplaten. We hadden net een kleine discussie over de aanschaf van een cd. Zeg, ik heb hier... Zou jij je platen nou houden of doe je ze weg? Of... Zijn dat de latbaan? Ja. Boe, je zit dan ook met je pick-up en je draait die oude dingen toch niet meer? Simon, kom alsjeblieft even naar de eerste hulp. Er ligt een acute buik en een jongen heeft waarschijnlijk een mildruptuur. Ik zou ze gewoon weggeven, die platen. Wat? Ik heb geen cd. Ja, meneer Smit. Sorry, ik duurde even. Wordt hij geopereerd? Ja, door dokter Nerings. De echografie wees uit dat zijn mild gescheurd is. Zo. En is dat gevaarlijk? Dat zou ik niet willen zeggen, maar ja, hij heeft veel bloed verloren. Gaat dat lang duren, die operatie? Ja, dat duurt wel even. Ik raad u toch maar aan naar huis toe te gaan, want voordat hij uit de narcose nee, nee. Is... Dat... Oh nee, blijf hier. En mijn zoon. Zoals u wil. Mm-hmm. Zal ik koffie halen? Nee, 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 dank u. Ik heb al gehad. Heeft u eigenlijk al aangifte gedaan? Bij de politie? Nee. Hoezo? Nou, wat zou ik gedaan hebben? Ik heb levend gebleven al die tijd en nu op, dus... Oké. Maar, dokter? Ja. Gaat u dat doen? Nou, dat mogen wij helemaal niet. Sterker. Domme, hou die haken nou goed vast. Ja, afbinden. Nou, die zag er niet al te best meer uit. Zo, dat is een recordtijd. Binnen de 4 minuten. Heb jij al een cd? Suzanne? Meneer de Jong kan binnenkort naar huis. Oh, oké. Dat kan niet, want er lopen nog allerlei onderzoeken. Ik ga zo dadelijk wel even bij hem langs. Heb jij de poes nog eten gegeven? Ja. En de kat heb ik schoongemaakt. Hallo, er is vannacht een nieuwe patiënt binnengekomen. Herman. Ja, vechtpartij, mildruptuur meteen geopereerd. En hoe is dat gegaan? Heel goed, ik ga zo direct met Simon bij hem langs. Is er al iemand van de familie bij geweest? Ja, zijn vader, ja. Ga ik zo even bij hem kijken. Hey, wat doen we vanavond? Ingrid? Vang jij mevrouw Bakker op? Ja, 9:45. En wat doen wij vanavond? Dat mag jij helemaal zeggen. Je hebt vervelend. Ik moet gaan, sorry. Wil er nog iemand koffie? Nee. Nee, dank je. Ik wil eigenlijk iets vertellen. Iets leuks? Mag ik open? Ik ben zwanger. Ah, kom maar. En was dat de bedoeling? Ja. Ik bedoel, ben je er blij mee? Oh, zou je nog komen? Nummer 2, leuk. Is niet niks, hè? Nou, jij bent vast de volgende. Nou, weet ik zo net nog niet. Zo moeilijk is het niet, toch? Oh, nee? Wat vindt Thomas ervan? Oh ja, we geven volgende week een feestje. Ah. Leuk! Nou, dat vind ik de gouden verzoeker. Wat moet aan? Nou, kom wel in het wit. Erik, ik dacht dat jij consult zou aanvragen bij de cardioloog voor meneer de Jong. Ik wil eerst het ECG hebben. Cardiologen zijn specialisten, Erik. Mij ook. En? Hoe was het ECG? Oh, hij heeft vroeger een infarct doorgemaakt. Dankjewel. Jongens, mag ik jullie even aan een collega voorstellen? Eva van der Berg. Jan van der Bouden, welkom. Dag, Koning. Eva. Erik, voor vrienden. Ja. Leuk om met jullie kennis te maken. Ik hoop dat ik jullie een beetje kan ontlasten. Nou, ontlasten? Ik hoop dat er nog wat werk overblijft. Met andere woorden, Erik? We zaten nou niet direct te springen om uitbreiding van de staf. Erik. Laat het personeelsbeleid maar aan ons over. Jan?
Zou jij zo vriendelijk willen zijn om Eva hier wat wegwijs te maken? Met alle plezier. Nou, ik vind het allemaal wel. Heb je geen patiënten voor me? Jawel. Als er iets is, je weet me te vinden. Ja, dank u wel. We hebben hier een mevrouw Bakker binnengekregen. Die is, ga maar zitten. Binnengekomen via de huisarts Groenendijk. En mevrouw die heeft bovenbuikklachten en die is 7 kilo afgevallen. Tegen de wil. Dat neem ik aan, ja. Ja. Nou, voor de rest is het gewoon een kwestie van... Meneer de Jong? Ja? Goed nieuws voor u, mag binnenkort naar huis. Oh, wat houdt dat in, jongen? Nou, er moeten nog een paar foto's worden genomen. Oh, en vingerafdrukken. Nee, we zijn nog bezig met het onderzoek van uw bloed. Oh, ik voel me anders prima. We willen zekerheid. Ja, wie niet, jongen. Alhoewel, ik hou wel van een beetje spanning. Zeg, wanneer kan ik eigenlijk weg? U hoort nog van ons. Ja, graag, want ik verveel me dood hier. Even een gokje wagen. Gokje? Paardenrennen, jongen. Hey, Johan. Wat is het toch een jongen? Kruiter? De kruiter? Het is de bak. Zeg, wat doet die hier? Kijk, hij zit de directeur. Zo. De bak. Hey. Kent u hem? Ja, nou, ik dacht dat ik hem kende, ja. Maar dat moet een vergissing zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, je hebt hem vast flink geraakt, hè? Met slapen bedoel ik. Ja, ik weet heel wat meer van jou dan jij van mij. Ik ben dokter Nerings. Hoe is het met je? Evert. Smit. Huh. Zo, eens kijken. Nou, dat zit nog allemaal goed. Zo, Evert. We hebben je mild eruit moeten halen. Dat is dat ding dat hier links onder je ribben zit. Zag er niet al te best meer uit. Gelukkig kun je zonder. Maar dat vechten... Dat moet jij niet al te vaak meer doen, jongen. Want als ik er iedere keer wat bij jou uit moet halen... dan blijft er op de duur weinig van onze Evert over, hè? Maar goed, als alles mee zit... dan mag jij over 2 dagen je bed uit. Ja, hij zal zich de eerste tijd nog een beetje slap voelen... door de shock en misschien een beetje misselijk, maar het hoort erbij. Ik kom morgen weer naar je kijken. Evert. Hm. Waar is de moeder? Die is opgeschrokken. Komt ze? Ja, natuurlijk. Is ze een spijt gemaakt? Vast wel. Ja. Je pijn? Ja. Ik ben maar rondgeschrokken, weet je dat? Dat we dood kunnen zijn. Hebben ze de politie? Nee. Mogen ze niet. Heb je zin om mee te gaan eten? Heb je zin om mee te gaan eten? Heb je zin? Hallo. Hallo. Is er iets? Nee. Zit mijn haar niet goed? Je haar zit prachtig. Oh, dank je. Heb jij de gegevens van de jong? De jong? Ja, hij kan naar huis. Oh, dan weet hij dat al. Nou, Erik zegt het hem. Ik ga zelf ook nog even langs. Nou mooi, het is dan geregeld. Ja. Verder? Verder? Is dat alles? Heb jij vrij vanavond? Ja. Ik ook. Ja, wel leuk. Ja, mijn zuster is jarig. Gefeliciteerd. Een familiebijeenkomst, iedereen komt het aanhangen. Oh, leuk. Heb jij zin om mee te gaan? Als aanhang? Nee. Gaan we eerst samen eten? Dick, bespaar je de moed. Oh. Dus niet? Nee. Lena? Ik? Wel nee. Nou ja.
zijn zuster. Ik had het anders moeten doen. Hij had wel iets beters kunnen bedenken. Mag ik uw ponsplaatje even? Ja. Alsjeblieft, dank u. Bent u getrouwd of samenwonend? Gescheiden. En uw beroep is? Ik ben makelaar en taxateur. Oh, dat is ook toevallig. Ik zoek een huis. Oh, mooi. Dan kan ik hier doorwerken. Bij welke ziektekostenverzekering bent u aangesloten? Particulier. Ik heb mijn verwijsbrief aan die dokter met die krullen gegeven. Dat moet dokter Van der Wouden zijn geweest. Hij leek me aardig. Het is die ook. Oh, vandaar dat huis. Nog meer vragen? Heeft u kinderen? Nee. Is dokter Van Lennep al bij u geweest? Ja, dat zal wel, jongen. Ik heb al zoveel langs met Betsy en rennen. Ik haal ze door elkaar. Ja, dat doe ik wel meer, hè? Nou, je bedoelt van meneer De Hak. De Bak. De Bak, ja. Ja. Waar zou ik hem eigenlijk voor gaan? Nou, voor Ene de Ruiter. Iemand die ik ken uit het casino. Casino? Ja, daar kom ik vaak. En graag. Ik ben een gokker, jongen. Maar dat kan uw meneer De Bak kan dat niet zijn, hoor. Nee, 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 die zie ik niet in de casino. Enfin, wat het bloedonderzoek betreft. Oh ja, Reni, zou jij straks even met mevrouw Zwageman willen gaan praten? Ze moet geopereerd worden. Ja, ik heb haar al voorbereid. En je weet, als Simon opeens naast haar bed staat... Ja, ik doe mijn best. Van der Veur. Oh, ja. Sorry, ja, ik kom eraan. Jullie redden het verder wel. Ja. Wil jij precies weten hoe het met mevrouw Zwageman staat? Op foto's. Ja. Jammer. Jammer? Ja, dat je niet meegaat. Dik. Ja. Ja. Ik doe het niet elke dag. Wat? Nou, iemand uitnodigen. Denk jij... Mevrouw Zwageman, Dick. Is het omdat mijn familie zou kunnen... Top. We kunnen toch alleen samen gaan eten? Ik heb een hele dure smaak. Dus je gaat mee. Zeg nou eens wat. Zeg jij maar eens wat. Over die foto's. Zo. Zo. U bent al een paar maanden onder behandeling van uw huisarts. Ja. Hij dacht dat het allemaal door de scheiding kwam. En het polyklinisch onderzoek heeft niets opgeleverd? Nee. Heeft u een vermageringskuur gedaan? Nee zeg, ik moet er niet in denken. Ik hou veel te veel van lekker eten. Ja, maar 7 kilo is niet niks. Nee, ja, en daarom ben ik natuurlijk ook hier. Bent u snel moe? Ja, 's avonds ben ik doodop. Heeft u ergens pijn? In mijn buik, een beetje vaag en zeurend. En ik transpireer nogal. Ja. En ik heb jeuk. Oh, waar? Overal. Bent u misschien ergens allergisch voor? Ja, voor mijn ex-echtgenoot, maar die is nou weg. Het was een grapje, hoor. Ja, tuurlijk. Ik vind het onhandig, dat ik... Evert, dit is inspecteur Terpstra. Hij wil even met je spreken. Ja. Ik hoorde van je moeder, u bent de vader, dat je hier lag. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, hij kwam om 2 uur thuis, hè. Onder het bloed, verrekte van de pijn. Hadden ze even een stalen pijp over hem heen gehaald. Wie? Zijn mild moest eruit, verdomme. Wie waren dat? Nou, Zo'n stelletje van die gasten uit de buurt. Ja. Waarom heeft u geen aangifte gedaan? Hoef ik u toch niet te vertellen? Slaan ze hem de volgende keer hartstikke dood. Ja, ja. Heb jij een pistool? Ik? Hij een pistool. Waarom? We hebben een aangifte van een overval op een nachtwinkel. De eigenaar werd bedreigd met een pistool. Weet jij daar iets van? Hoe kan dat nou? Kan dat nou? Hij was half dood. Trouwens, hij was de hele avond thuis, hoor. Hij ging alleen even sigaretten trekken. Ja, toch? Check. Ja, check, ja. Maar waarom komt u dat eigenlijk aan ons vragen?
De winkelier gaf ons het signalement van twee jongens. En als ik zo naar jou kijk... Ik zal het meneer de Bakker voorleggen. Ik begrijp niet dat hier zo moeilijk over gedaan moet worden, hoor. We staan voor een heel groot tekort. Ja, dat hoor ik al jaren. Het spijt me. Ik zou niet vragen wanneer het niet hoogst noodzakelijk is. Zo, Koning. Ik hoor net dat we de aanschaf van de nieuwe CT-scan verlopen. Al kunnen vergeten, precies. Juist, ja. Dat was een rare ontmoeting, hè, vanmorgen. Hoe bedoel je? Nou, vanmorgen op de gang. Ja, meneer de Bak werd voor iemand anders aangezien. Oh. Een zware gokker uit het casino. Ja, ik schijn een dubbelganger te hebben. Ja, en ja. De man die was nogal zeker van zijn zaak. Hij vergist zich. Nou, daar leek hem anders geen type naar. Een fantast, Erik. Nou, dat moet ook wel uw gokken. Nou, dat kan ik me ook niet voorstellen. Mocht hij doorgaan met die praatjes, dan neem ik maatregelen. Ik zal het u vertellen. Prima, dank u. Oh, Erik, bemoei je voortaan met je eigen zaak. Hij zit weer alleen. Geen wonder. Jij mag hem nog steeds eten. Maar jij wel, geloof ik. Hè? Wat bedoel je daarmee? Je manier van kijken. Hij heeft me gevraagd. Nee, Reinier. Ja, niet een huwelijk, als je dat misschien denkt. Gewoon een etentje. Ja, zo begint het dus. Ik heb nee gezegd. Gelijk heb je. Waarom? Is toch absoluut geen type voor jou? En waarom niet? Toen, Reinier, die heeft toch geen enkel gevoel? Vergist je. Ik ken hem. Ik ken hem ook. Ah, dus toch. Ik wil helemaal niks. Ik kan me anders nog herinneren. Ja, dat is me ook niet zo goed bevallen. Toch? In ieder geval, als je iets begint, doe mij een loop niet met hem. Dat maak ik zelf uit. Oh, van smaak. Ik heb twee squashbanen gehoord. Twee? Ik wou Thomas en Irene ook uitnodigen. Gaan we nog even in de stad in? Nee. De zakken van de technische diensten komen ook nooit. Met Jan. Heb je even? Even, natuurlijk, ja. Beetje wennen, hè, eerste dag. Ja, vooralsnog bevalt het. Fijn. Oké. Mevrouw Bakker. Ja, ik heb er onderzocht en een anamnese afgenomen. Ja, bloeddruk 135/85, pols 66, regelen en kwaal. Hart, longen goed. Ja, de lever mogelijk iets vergroot. Ja. Geen geelzucht. Peritoneale prikkeling? Nee. Zo te zien lijkt ze niet zo erg ziek. Nee. Maar ze kan veel hebben, denk ik. Ja. Nee, ook lijkt me. Snelle diagnose, dokter Van der Wouden. Ja. Goed, zijn er spanningen? Ja, echtscheiding. Zou dat het niet zijn? Ja, lijkt me onwaarschijnlijk. Wat wil je doen? Gastroscopie, colonoscopie en de vetbalans en temperatuur in de gaten houden. Vanwege die pijn? Ja, bovenbuiksklachten kunnen van de maag komen. Ja. Ja, eerlijk gezegd, ik zou het niet anders gedaan hebben. Mooi. Succes. Receptie met Suzanne? Ja. Ja, dat zal ik doorgeven. Oké. Hela, ja maar. Wil je me die buizen vergeven? De nieuwe graag. Deze? Ja. Je weet het niet meer, hè? Wat? Wie ik ben. Ja, technische dienst. Het Henegouwenplein. De AVO. Ja, de eindexamenklas. Oh, jij bent Pieter? De Groot. Ja, Pieter de Groot, dat leuk. Hoe lang werk je hier al? 2 weken. Nou, komt er al wat van? Tot hoe laat werk jij vanavond? 6:30. Zullen we dan iets gaan drinken? Weet
weet zeker dat het niks is. Echt waar? Ik vond het eigenlijk best wel aardig. Hey? Dat is grappig. Hey, oh wat leuk. Ik kwam even kijken hoe het met je was. Ik vroeg net aan Irene of jullie zin hadden om vanavond mee te gaan squashen. Kun je? Oeh, ja, ik heb vanavond eigenlijk een andere afspraak, dus dat is een beetje moeilijk. Ah, die verzet je dan maar. Ja, dat kan wel, ja. En Ingrid, wil jij ook nog steeds trouwen, of? Waar zit die soort stangen, joh? Nou, je kent Jan, hè? Heel voorzichtig, stapje voor stapje. Hij is groot gelijk. Thomas is ook te vroeg getrouwd, hoor. Nee, dat komt helemaal niet van mij. Nee. Ja. Hey Nel, heeft die Evertsmidt wel een moeder? Is ze er nooit? Tuurlijk wel. Ze schijnt wat overspannen te zijn. Ja. Wat kan die regisseur hier eigenlijk doen? Oh, een oude kennis opzoeken. Kijk maar eens. Een overval? Ja, op een nachtwinkel. En moet die Evert dat gedaan hebben? Ze hebben zijn signalement. Met een pistool, hé. Zou zijn pa dat weten? Nou, het lijkt er wel op. Ze houden ma weg. Ze zijn knap stom, zeg. Ze hebben gerustgevaarlijk. Het komt wel ongelegen, dit ziekenhuisverblijf. Is dat niet altijd zo? Ja. Ja. Maar ik zit nu midden in onderhandelingen die veel geld kunnen opleveren. Klinkt spannend. Nou, of. Ik val er zelfs vanaf. Weet u wel wat? Nee. Nee, zo snel gaat het niet. We willen u een paar dagen hier houden. Hoe lang? Weet u nog niet. Ja, kijk, goed onderzoek neemt tijd in beslag. Foto's, ze willen een gastroscopie doen. Oh, mensen, hoe slaan in mijn keel? Ja, hebt u dat al eens eerder gehad? Nee, maar een vriendin van me. Ze vond het vreselijk. Maar het valt mee. Hallo. Zo, meisje. Ik kom u ophalen. Gezellig. Gaan we de stad in? Ze blijft bij me in de buurt. Ze wil een huisje voor me lospeuteren. En als ze nou een poging tot doodslag van maken? Dan ga je misschien voor een jaar de bak in. Die winkel hier kijkt wel link uit. Hoe bedoel je? Zie mij aanwijst als de dader is, die er zelf ook bij. Schuldig aan een zware mishandeling. Maar hij heeft al aangifte gedaan. Ja, natuurlijk. Dat heeft hij voor de verzekering gedaan. Je begrijpt er ook niks van, hè? Oh, nee. Nou, ik begrijp er in ieder geval zoveel van dat ik tegen iedereen zat te liegen. Alleen om jou uit de bak te houden. Ik krijg zo langzamerhand te balen van die rotgeintjes van je, weet je dat? Ga jij maar eens een keertje normaal werken. Of ga een vak leren. Je voert al jaren geen meter uit. Ik heb er nou helemaal geen enkel idee om iets van je leven te maken. Je wilt toch wel iets bereiken? Ja, poen. Poen, poen. Nou, dan moet je mooi met de tuig om blijven gaan. Hè? Dan verdien je geen stuiver. Ja, met jatten. Oké, ik stop ermee. Eerlijk. Dat je moeder dood nog eens. Vraag maar of ze komt. En vertel dan dat ik ermee kap. Geloof ze niet. En jij? Ik vind het goed weten dat dit de laatste keer was geweest dat ik jou uit de nesten help. Ik heb een flat gehuurd. Vlak bij haar in de buurt. Je oude huis? Nee, daar heeft Agnes recht op. De scheiding is nu definitief. Ik wil met Merel gaan trouwen. En ik wil ook dat mijn zoon mijn naam draagt. Wil Merel ook trouwen? Ik krijg er wel zover. Nee, ik hoop het voor je. Ja, wat dat betreft heb ik niet veel geluk. Maar je moet er wel een beetje je best voor doen. Ik heb Reinie gevraagd. Reinie? Ja. Ja, voor een etentje. En? Ja, dat lukt niet. Heeft u dit aan iemand verteld? Je bedoelt uw bezoek aan het casino? Daar kom ik nooit meer. Te veel verloren? Oh, dat zijn uw zaken niet. Ze zullen jou onderuit missen. Straks gaan ze nog failliet. Luister eens, ik wil niet dat ik het tegen iemand zeg. Inderdaad. Je bent
ben de mannen niet aan voor dat soort spelletjes. Kijk, ik speel graag met fiches, niet met mensen. Al reizen soms wel eens een scheef schaap. Zeg, wat bedoelt u daarmee? De bedragen waar u mee manipuleerde en waar u mee speelde. Weet je wat ik dacht? Die zit in de huis. Maar nu ik u hier zo ineens keurig zie rondlopen... Hoe lang moet u hier nog blijven? Geen idee. Kunt u niet eens voor me informeren? Kom mee, Jelly. We moeten gaan. Ja, ik kom al. Nou, kom dan. Nou, jongen, zal ik... Goed eten? Oh, dat vergeet ik helemaal. Ik heb appels voor je meegebracht. Hier. Zo. Mag ik die eigenlijk wel hebben? Fruit is altijd goed. Moet ik er eentje voor je schillen? Ellie, kom nou. Oh. Ja. Nou. Kom mee. Kom. Dag, jongen. Beste. En sterkt. Revert. Ah. Ik ga de goede kant op, hè, met Evert? Ja, gelukkig wel. Ja. U wilde met me praten? Ja, over Evert. Komt u maar. Misschien moet ik er nog een paar laten maken. Ja? Ja? Jij hoeft niet te kloppen, hoor. Oh, doet niemand dat? Nee. Een beetje voordat ik het ben. Oké. Ik heb de uitslag van het lab van mevrouw Bakker. Mag ik even? En de gastroscopie? Ja, moet er nu zijn. Ja. Zorgelijk, hè? Die verhoging van het LDA. Ja. Ja, met Van Lennep. Ja, heb je het resultaat van mevrouw Bakker al? Vorige week nog 300 ja? En nu 410. Kan nooit alleen een ontstoken maagslijmvlies zijn. Nee. Geen ulceraties. Ja, iets ontstoken maagslijmvlies, maar verder geen afwijkingen. Alleen die verhoging van het LDH, die is zorgwekkend. Ja. Ja. Ik stel voor ESCP te doen. Mee eens? Ja. Ja. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Doortastend. Ja, zeg dat wel, ja. Renny? Ja? De status van mevrouw Bovenkamp, heb jij die? Ja. Ach, dank je. Leuk voor je. Wat bedoel je? Oh, mag ik het misschien nog niet weten? Ah, dus dik, hè? Ja. Zijn je trouwplannen dan geheim? Oh nee, helemaal niet. En nu we toch zo vertrouwelijk zijn, waarom ga je eigenlijk niet met Dick eten? Oh! 1-1. Ja, hij heeft iemand nodig voor een familiefeestje, zegt hij. Vergis je niet, hij is erg op je gesteld. Ja, ik heb me nooit zo in hem verdiept. Dat wordt dan tijd. Oh, warme koppelen, Paul. Alleen is maar alleen. Nou, liever alleen dan met Dick alleen. Jij wordt er wel nog fitter, hè? Ik train 3 keer in de week. Dat je thuis bent, of niet? Nou, druk praktijk. Tweede keer de komst. Heeft iedereen je dat verteld? Ja, precies. Gefeliciteerd. Dank je. Ja. Ben je er blij mee? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we echt tijd dat Paaltje een broertje of een zusje kreeg. Ik persoonlijk hoop op een meisje. Leuk. Ja. Zeg, Ingrid, hè? Ja. Wil je ergens zijn kinderen? Jawel. Nou, wat let je? Of wil je niet binden? Nee, dat is het niet. Maar ik bedoel, je bent toch ook niet meer zo piep? Ja, met leeftijd heeft niks te maken. Oh, nee. Wat dan? Andere keer graag. Hey. Hi. Beter gewonnen. Ingrid, zoals gewoonlijk. Oh, die meid is echt niet te verslaan. Wat de energie. Hoe hou je dat in de hand? Ja, een beetje kunstenvlieg weer. Ja. Heeft ze er wat gaan drinken? Oh, lekker pilsje. Ga je mee? Nee, sorry. Ik heb een afspraak. Ja, maar die had je toch afgezegd? Nee, schat, die had ik verschoven naar 10 uur. Ja, verdomme. Ik heb er echt op gerekend dat we vanavond samen zouden zijn.
Met wie heb je dan een afspraak? Schat, ik heb een afspraak met Pieter Gielissen. En die gaat morgen naar Amerika. Dus als ik hem vanavond niet zie, dan zie ik hem een heel jaar niet. Het spijt me echt heel erg. Sorry. Ik baal hier echt ontzettend van, Thomas Scheltema. Op dat je toch bent meegegaan. Ik hou van verrassingen. Waarom wilde je eerst niet? Om van je af te zijn. Nou, dat is je dan niet gelukt. Ach, ik hou niet van toestanden in het werk. Maak ik toestanden? Nee, nog niet. Nou dan. Er wordt toch al zoveel gekletst. Geen mens hoeft het te weten. En Paul dan? Oh, niets dan goeds over jou. Oh, nou, ik ben benieuwd. Laat me eens wat horen dan. En je wil geen toestand. Zijn die toch niet in het ziekenhuis? Nou, ik luister. Een lekker beentje. Ik zit altijd met mijn rug tegen de kraan. Ja, dat doe je toch zelf? Dat doe ik alleen maar voor jou, schatje. En weet je, je zit hier nou eenmaal allerlekkerst. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Hallo. Ik vind dat we te weinig ruzie maken. Is dat dan nodig? Ja, doen Thomas en iedereen ook. En met die vent zou ik dus direct ruzie hebben. Waarom? Niet te vertrouwen. Welke vent wel? Weet je, Thomas is gewoon mijn type niet. Ik wel. Nou, ik heb met jou anders ook wel wat problemen, zeg. Waar? Onder of boven water. Ah, smeerlap. Oeh. Nou. Oh. Moet dat nou? Ja, even. Als straf. Lijkt me echt niks, hè? Het werk van jou. Is werk überhaupt wel iets voor je? Ja, niet te beide hand worden, broeder. Nee, jongen. Je bent 19, man. Je woont nog thuis. Weet je het op jezelf? Ja, heb je wat voor me? Dat is werk zat. Zuster zeker, zoals jij. Bedankt, hè. Wat dacht je van een winkel? Dag. Ja, een avondwinkel of zo. Wat weet jij daarvan? Wat is die klootzak die mijn mail eruit geslagen heeft? Maar ik krijg hem nog wel. Ik weet zijn mail precies te vinden. Goh, de kop van de verbouwing ook. En wat zei jij dan? Ja, jongen, ik beroof geen winkeliers. Ja, daar verknal je leven mee, dat zie je toch. Ja, man, sodemiet erop. Het zijn mijn zaken toch, of niet soms? Ja, natuurlijk. Zolang er maar doktoren en verpleegsters voor je klaarstaan. Goedenavond, meneer de Huizen. Zullen we nog wat drinken? Nou, zou dat wel kunnen, na al die drank. Ik ben mijn zuster.
Nou, ook een jachtje kan. Oké. Maar een kleintje. Goed. Twee kleine kojotjes. Vond je het een gezellige avond? Ja, heel gezellig. Je hele familie was trouwens erg gezellig. Behalve ik dan. Hoezo? Nou, ik ben contactarm, toch? Zo zeker als jij bent in je werk, hè? Zo onzeker ben je over jezelf. Maar niet altijd. Of vanavond niet. Nee, vanavond niet. Een gezellige keuken heb je. Dik. Ja, met Reinie? Ja, ik kom eraan. Wat is er? Thomas Scheltema is op de eerste hulp binnengebracht. Auto-ongeluk. Is er reden daar? Uw man wordt nu naar de OK gebracht. Dokter Sanders opereert. Kan ik nog iets voor u doen? Dank u. Dank u wel. Bloeding links temporaal. Enkele gebroken ribben. Geen fladder thorax. Totale dwarslezing doen we alleen. Ziet er erg beroerd uit. Ja. We zullen toch moeten proberen om operatief te decomprimeren. En die fractuur die te repareren. En het coma ophelderen als dat lukt. Hij is in de OK. Hij wordt geopereerd door Simon en door Jaap Sanders. Toen heb je met ze gesproken? Ja, ik ging allemaal met spoed. Voel je je? Ik heb jou meteen gebeld. Op mijn zus die neemt de telefoon niet op. Ik heb Paulus bij de buren gebracht. Wil je graag dat ze komt? Bel ik haar straks nog op. Reinie. Ben je zo bang? Waar is de status van meneer de Jong? Die is ontslagen. Ontslagen? Ja, op zijn wenken bediend. Zijn we naar huis. Wie heeft ontslagpapieren getekend? Die heb ik niet gezien. Jij, Ingrid? Nee. Wie heeft die dan wel gezien? Wij hadden geen dienst gisteren. Nee, van Lennep gaat erover. Zo'n gehoord. Hoe maak je druk? Maak je druk te lopen nog allerlei onderzoeken? Nou, er zal wel iemand anders geweest zijn. Suzanne, ik begrijp niet dat je daar zo licht over kan praten. Mijn afdeling niet. Nou, ik moet dat nachecken. Onze ouwe. Nou ja, die ene week maakt ook niks meer uit. Hè? Nou, wacht nou in ieder geval tot overmorgen, dan weet ik meer. Ja, oké. Okay. Koud ben je 2 dagen weg of ze rennen naar de concurrentie? Ah, het duurt nu echt niet lang meer. Ja. Jullie zoeken ook net zo lang door tot je iets hebt, hè? Ja, dat is ons vak. Ja, voor iedereen een ziekte bedenken. Nou, ja, neem me niet kwalijk, maar het zit me dwars dat ik dat project misschien misloop. Kijk, we willen nu alleen nog een echografie doen. Wat is dat nou weer?
Een soort microfoontje stuurt geluidsgolven naar binnen. Die worden dan teruggekaatst door de organen. En daar maken we dan foto's van. Zoiets als de sonar van een boot. Lijkt me niks, maar dat moet maar. We komen u om 9:45 halen. Hmm. Kiel halen zeker. Zeg, hoe is het nu met Irene? Ja, haar zus is bij de... Ik vond het een fijne avond. Ik ook. Doen we nog een keer over. Ja, als je zuster weer jarig is. Nee, dat duurt me te lang. Vanavond. Als mijn zuster jarig is. En wanneer is dat? Volgende week. Afgesproken. Zus Magda. Dat is anders. Hoe is het nu? Geen verbetering, hij blijft in coma. Is er nog hoop? Het is in dit stadium erg moeilijk te zeggen hoe het herstel van de hersenen zal zijn. Wat dat betreft zullen de eerste dagen beslissend zijn. En verder, je kent de prognose van een dwarslezing. Wat wil dat zeggen, Irene? Dat hij verlamd blijft. Evert, je hebt naar mij gevraagd. Ja, moet je even spreken. Nou, zeg maar. Nou, niet met haar erbij. We hebben niks te verbergen hoor, zeker niet van Nel. Als ze de kop maar houdt. Ik heb Nel nog nooit horen praten. Je hebt tegen die smeres geluld. Over jou? Ja. Hoe kom je daarbij? Die smeres is weer geweest. Hij had nog een andere getuigenverklaring, zei hij. Mogen die gasten zomaar een ziekenhuis binnenkomen, hè? Kan dat? Dat is een vraag geweest. Ik ben bij de politie geweest. Jij? Jij hebt ze het verteld. Ze hebben het verleend! Nee, ze wist alles al, weet je. Ze wist alles al, Liga had geen zin, echt. Ik had een alibi. Ze had helemaal geen bewijs. Maar dat was een vals alibi, Evert. Man, jij moet het wakker hebben, hè? Ik kan niet met je liegen! Van mijn scheidlijf! Donder op! Wil je me zien? Ga je huften! Het is goed wat u gedaan heeft. Hij moest toch een keer flink tegen de lamp lopen. Ja. Het is mijn zoon. Juist daarom. Hij moet een keer opnieuw kunnen beginnen. Ik ben mijn zoon kwijt. Hier zijn dus geen bijzonderheden op te zien. Ik wil dat ze opnieuw gemaakt worden. Dat zal mevrouw Bakker niet leuk vinden. Iets breed mediastinum. Eens kijken, wat is dat? Wat storend duimgas? En de lever? Nou, dat is moeilijk te beoordelen. Kijk ze nog mee. Ja, er zit wel een klierpakket onder de lever. En de pancreas is moeilijk te zien. Moet de echografie ook herhaald worden? Dat lijkt me niet, nee. Nee, een CT-scan abdomen, dat lijkt me nuttig. Jan, regel jij dat even? Ja, doe ik. Nou, je bent wel met je neus in de boter gevallen, hè? Dat lijkt me niet de juiste uitdrukking. Nee, inderdaad. Maar... Een ingewikkeld geval, stel. Ja. Moeten we haar niet iets zeggen? Nou, zou ik niet doen. We moeten eerst zelf wat meer zekerheid hebben. Ja. Zal ik Runtje even bellen? Nee, dat doe ik al. Ik heb hier een ontslagpapier van een patiënt. Ja, dat zijn mijn zaken niet, dacht ik. Van meneer de Jong? Ja. Dit papier is getekend. Dat mag ik hopen, ja. Ja, door wie vraag ik me af? Door de dienstdoende arts, neem ik aan. Nou, ik kan de handtekening niet ontcijferen. Jullie artsen staan bekend om je spijkerschrift. Nou, van Lennep is het niet. Hè? Nou. Nou, ik vind het hoogst vreemd. Er lopen nog allerlei onderzoeken. Heeft u met hem gesproken? Vraag me schouwelijk. Ja, goede vraag. En ben je tevreden? Ik heb het hier best naar mijn zin. Goed zo. Weet je, ik denk dat ik hier ook wel verder kan komen, hoor.
Meteen carrière maken? Tuurlijk. Dan moet je direct aan werken, toch? Want er is niemand anders die dat voor je doet. Nou, dan ben je dan anders gaan vergeten. Dag, Rudolf, dat is flauw. Dat is wel. Ik ben je echt heel dankbaar dat je me hebt geholpen bij deze aanstelling, maar de rest doe ik zelf. Maar je weet anders dat je altijd bij me aan kunt kloppen. Voor jou doe ik alles. Dat weet ik. Dat is niet van je, je bent een schat. Ik zeg dat nog eens. Nou, één keer is wel genoeg. Voor mij niet. Nee, maar voor mij wel. Kun je wel met je collega's opschieten? Nou, die Erik Koning die begon een beetje te zeuren, maar Jan van der Wouden was erg hartelijk. Ik kan niet anders zeggen. Hoi. Wat kom jij nou doen? Ja, jouw secretesse vertelde mij dat je in het ziekenhuis lag. Waarom zeg je mij dat niet? We zijn gescheiden, Sjors. Ja, maar daarom gaat jouw lot me nog wel te hard. Nou, dat is aardig van je. Maar gescheiden is gescheiden. Kom maar zitten. Wat heb je? Niks. Nee, dat zal wel. Ja. De dokter heeft gezegd dat ik hier naartoe moest om me te laten behandelen. Als je maar in handen van een specialiste bent, dan ben je verloren. Proeven en tests, foto's en scans en echografieën, allemaal speelgoed waar ze niet vanaf kunnen blijven. Ja, maar dat zal toch wel een aanleiding zijn? Ach! Ik transpireer een beetje veel en dan val ik vanaf. En ik heb jeuk overal, nou, dat zou wel psychisch zijn. De scheiding. Nee, schat. Het werkt, dat weet je toch. Hebben ze al wat gevonden? Nee, nog niet. Geen bloemen bij je, hè? Nee, ik... De winkels waren dicht. Ja. Bakker ook? Nee, hoezo? Kersenbonbons, rumbonen, pindarotjes. Die neem ik morgen mee. Oké? Voor je hierheen. Nou, ik ben al een beetje over de eerste schrik heen. En ik wil niet aan het ergste denken. Er zijn mensen die revalideren met een dwarslesie, wist je dat? Nou kom, laten we maar naar huis gaan. We kunnen nu toch niks anders doen dan wachten. Kom, mama. Ja. Nou, kom, lopen we eerst even langs de eerste hulp. Want daar staat nog een plastic tas met Thomas en kleren. Ik heb jou nog troost, dat hebben we aan mijn man wellicht. Dat was niet zo aardig van je. Zo mag je niet tekeer gaan tegen je vader. Zijn eigen schuld. Oh, dat is nogal makkelijk. Hij had gewoon zijn kop moeten houden. Jij vertelt graag iedereen wat ze wel en niet moeten doen, hè? Je verwacht nog dat ze het doen ook. Ja, natuurlijk. Wordt het niet eens tijd dat jij naar anderen gaat luisteren, joh? Naar jou zeker. Bijvoorbeeld? Jij bent een verdomd vervelend ventje, Evert Smit. Jij deugt helemaal nergens voor, weet je dat? Je hebt wel een grote bek, maar jij stelt helemaal niets voor. Je bent belazerd om te werken. Het kan je niks schelen dat je moeder overstuur is en dat je vader hier op de gang loopt te huilen. Liepen te grinnen. Ja. Het allerliefste zou ik jou een enorme draai om je oren willen geven.
Ik begin hier wel genoeg van te krijgen, hoor. Ja, al die onderzoeken zijn geen pretje. Ja, en als je nou nog weet waar het toe dient. En elke keer komt er weer een arts bij, een resultaat, een homa. Ja, maar het is niet zomaar een griepje. Nee, dat zou er nog bij moeten komen, zeg. Stel je voor, mevrouw, we hebben het gevonden. U bent verkouden. Mevrouw Wakker, het is mogelijk dat... Wat is er? Wat weten jullie? Ja, we hebben een vermoeden. Dokter, wat heb ik? Zeg het me alsjeblieft. We denken aan de ziekte van Hodgkin. Wat is dat? Een kwaadaardige ziekte van het lymfeklierstelsel. Kanker? We kunnen er veel aan doen. We moeten nog eerst wat meer onderzoek doen. En over 2 dagen dan weten we het zeker. Ik heb vannacht hier een plastic tas met kleren van mijn man laten liggen. Thomas die had een afspraak vanavond met een studievriend van Peter Gielissen. En die vertrekt vanavond naar New York. Dus die wil ik nog even spreken. Jouw handschrift wel. Lieve Thomas, het moet over zijn tussen ons. Irene is zwanger. We kunnen.